Op het vlak van sociaal beleid kunnen de gemeenten veel nauwer samenwerken nog met de commerciële partijen. Vanuit een overheid of een OCMW kan men veel beter adviezen gaan geven aan een klant. Zowel bijvoorbeeld op vlak van energie-efficiëntie, besparingen, heeft men een juiste tarief, kan men overstappen, kan men die klant helpen met betalingsproblemen, een afbetalingsplan gaan negociëren. En op die manier gaat men een klant veel beter kunnen begeleiden dan als dat alleen door een energiebedrijf gebeurt. Daarnaast is het belangrijk dat men die klant echt helpt om zijn factuur structureel te gaan verlagen. Structureel verlagen kun je doen door te helpen om energie-efficiëntiemaatregelen te pakken. En energie-efficiëntiemaatregelen zowel op niveau van de woning, dus het verbruik voor verwarming, als voor toestellen, bijvoorbeeld elektrische apparaten, waar men betere toestellen kan kopen. Zo gaat men echt een klant structureel gaan helpen.